Over een aantal dagen lopen we met elkaar het nieuwe jaar in. Een nieuw jaar met hopelijk een aantal lichtpuntjes als het gaat over de coronapandemie. Een jubileumjaar ook, want in 2021 bestaat de Pieterskerk 900 jaar. Een van de oudste monumenten in Nederland. Maar nu is het kerst. Een andere kerst, geen 4.000, 5.000 mensen die bij elkaar komen in de Pieterskerk voor een kerstnachtdienst. Deze avond kunt u rond een uur of 11 via Leiden via Kerst de kerstnachtdienst volgen, digitaal, vanuit de Hooglandse Kerk. In de Pieterskerk hebben wij een niet-religieus programma. Rondom het thema compassie. Ad Alblas, voorzitter van Leiden Compassiestad, neemt u mee in een aantal overdenkingen. Bekende en onbekende Leidenaren wensen u fijne feestdagen. En Hadewig Voorn, sopraan van de Nederlandse opera, zingt een aantal kerstliederen. Namens het hele team van de Pieterskerk wens ik u hele mooie dagen. En vooral een heel goed en gezond begin van 2021. Kerstnacht 2020. Anders dan anders. Wel hetzelfde. Anders, geen lange rijen voor de Pieterskerk. Geen huis vol bij het kerstdiner. Afstand op het feest van nabijheid. Hetzelfde. Het is wel kerstmis. Meer nodig dan ooit. Hetzelfde kind, geboren uit liefde. Tedere belichaming van compassie. Begroet door mensen die verlangen naar een betere wereld. Het is op dezelfde plek, Hartjesstad, in de laat-gotische Pieterskerk. Ruimte om te bezinnen en te verbinden. Gelovigen, niet-gelovigen, atheïsten, humanisten, alle mensen van goede wil. En het is dezelfde nacht, van dromen over een rechtvaardige wereld. Samen met mensen die zich openstellen, hun hart laten spreken. De kerstdag met warmte, liefde, meeleven, respect, compassie. In onze gestoorde en verstoorde wereld meer nodig dan ooit om de humaniteit te redden. Compassie is het thema deze kerst. Met muziek en kerstwensen en het oude verhaal. Dat is vaak bedolven onder latere verhalen en gebruiken. Het speelt toen Father Christmas er nog niet was. Toen Let It Snow nog niet het ere zijn God had verdrongen. Het gaat over een kind. Geboren ergens in het open veld. Niet in een huis. Met de hele wereld als huis. Het is een kind van vriend en vreemde. Niemands bezit. In ieders armen gelegd. Aan ieders hart gedrukt. Het is de voldragen verwachting van alle mensen van goede wil. Om dit geheim van kerst te koesteren zijn we hier. En daarom wilt u dit thuis meemaken. Om dit vast te houden zolang we zoveel moeten loslaten. Om humaniteit te realiseren in onze eigen bubbel, in onze relaties. En binnen onze maatschappelijke mogelijkheden. Alleen samen kunnen we zorgen dat deze kerstnacht de wereld verandert. Alleen samen kunnen we licht verspreiden in een duistere wereld. Door de handen ineen te slaan voor menselijkheid op aarde. Voor het behoud van de aarde. Het is aan ons. De sleutels van Petrus, beschermheilige van deze kerk. De sleutels van de hemelpoort, de sleutels in het wapen van onze stad, ze worden in onze handen gelegd. Om er iets mee te doen, niet later eens, maar nu. Om vensters te openen voor nieuwe gedachten. Om deuren te openen naar elkaar. Om een beetje hemels licht te verspreiden in donkere tijden. Het licht van humaniteit, inclusie en mededogen. Thank you.
Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days. Friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Ik ben Tom Holzer, 58 jaar, raslijnaar in hart en nieren. Ik wens iedereen prettige feestdagen en vooral een heel gezond 2021. Laten we daar een mooi jaar van maken. En geniet ook van deze periode, ook al is het een hele lastige periode voor iedereen. De lijnaars zijn de mooiste mensen die er zijn, want wij overwinnen echt alles. Kijk altijd in het leven wat je wel hebt en niet wat je niet hebt, want er zijn altijd mensen die hebben het slechter als ons. Ik ben Roos Stielen en ik ben een Leidse ervaringskunstenaar. En in het afgelopen jaar is door de coronacrisis een ontzettend gaaf project ontstaan. En dat is Thuis. Misschien heb je het voorbij zien komen. Ik heb 100 Leidse kunstenaars gevraagd om aan mij te vertellen wat is thuis. Thuis in deze tijden, maar überhaupt het gevoel van thuis. Wat is dat nou eigenlijk? Die 100 kunstwerken zijn allemaal ingestuurd en naast elkaar geëxposeerd in Museum de Lakenhal. En daarin hebben de mensen eerst een deep dive in zichzelf en in hun eigen thuis gemaakt. Daar een werk over gemaakt en dat ingestuurd en zichzelf dan weer in relatie tot die andere 99 andere kunstenaars gezien. En die gelaagdheid en die verbinding met jezelf op een dieper level, maar ook met elkaar, is denk ik heel belangrijk. Ook vooral met deze kerstdagen waarin we helaas niet allemaal fysiek bij elkaar kunnen zijn, maar toch. Die verbinding die in dat werk zichtbaar werd, dat is er ook, omdat we dit met elkaar samen doen. En ik hoop dat in het nieuwe jaar we nog veel meer daarop mogen laten zien hoe bijzonder het eigenlijk is dat we met z'n allen samen zijn. Dus ik wens iedereen een prachtige kerst en vooral heel fijn samen zijn en fijne kerstdagen. Ik ben Melanie Schultz, ik ben de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Pietersenkerk Leiden en ik wens jullie allemaal een hele mooie kersttijd toe. Ook al zal het in een kleiner gezelschap zijn, hoop ik dat het wel in verbondenheid is met degene die je lief hebt, met degene die belangrijk voor je zijn. En voor die mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, ik hoop dat 2021 voor jullie een veel beter jaar wordt, waar het geluk jullie weer wat toelacht. Ik ben Leni Labruyère en ik ben mede-eigenaar van de welbekende dumpzaak op de Haarlemmerstraat. En ik wilde jullie even een heel geweldig kerstfeest toewensen. En ook een heel fijn 2021. En hang zelf de slingers op, want niemand anders doet het voor jullie. Dus je moet er zelf wat van maken. Heel fijn nieuwjaar. Beste wijkbewoners, mijn naam is Lachter Bentiep, wijkagent van de Mors. Ik sta hier in het midden van mijn wijk. Het hart van mijn wijk.
Een plek waar de wijkbewoners samen kunnen komen en een plek waar de professionals en bewoners elkaar kunnen treffen. Maar dit jaar was het allemaal anders. En daar werden we allemaal mee geconfronteerd. Direct of indirect. Dat vergt van ons dat we keuzes moeten maken die invloed hebben op ons dagelijks leven. En dat vraagt heel veel van ons. En dat roept ook verschillende emoties met zich op. En dat snap ik heel goed. Maar dit is niet de tijd om op te geven. Juist nu niet. Dit is de tijd waarin naastenliefde centraal staat. Onvoorwaardelijk. Het eigen belang zal hierin soms moeten schikken voor het algemeen belang. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. En dat is deze feestdagen gezond en veilig doorkomen. En het jaar waardig afsluiten. Laten wij ons hier allemaal voor inzetten. Ik beloof u dat ik dat zal doen. Vanuit deze mooie plek wens ik u allen een mooi, gezond, veilig 2021. Kerst 2020. Anders dan anders, wel hetzelfde. Het is eerder begonnen met inkopen doen, muziek en licht in de straten. Ik denk vanuit een sterk verlangen naar wat we missen. Vrede op aarde. Onbevangen bij elkaar zijn. Elkaar in de armen nemen. Geliefden aan je hart drukken. Heerlijk mens zijn. Kerst is dit jaar anders en daardoor zie je ook andere dingen in het oude verhaal. Daarin is het alles behalve het gewone normaal. Je ziet die twee voor je, Jozef en Maria. Zwervers uit de verte. Vreemden in eigen land. Ze dragen nieuw leven in zich. Nieuwe mogelijkheden voor een hoopvol bestaan. Daarvoor is geen plaats in de herberg van vastgeroeste verhoudingen. Van geen gezeur aan de poorten van onze welvaart. Ze worden buiten gesloten door de ordebewakers van de nacht. De wereld reageert vijandig. Dit jaar komt de achtergrond van kerst op de voorgrond. Er zijn opmerkelijke overeenkomsten. De wereld werd toen bepaald door een sterke arm. Met veel zijarmen. Mensen worden klein gemaakt. Angst regeert. Geweld dreigt. De waarheid wordt verdonkere maand. Heerszuchtige ego's schoppen alles in de war. En let wel, er moet geteld worden. Niet dat mensen in tel zijn. Het gaat om de winst. Om de macht. Om belasting en dienstplichtigen. Wie niet meedoet, telt niet mee. Geen baan, geen plek. Geen ruimte in de samenleving. Voor wie niet dansen naar de pijpen van de machtigen. Waarom valt dat deze kerst zo bijzonder op? Misschien omdat keizers in alle soorten en maten ook onze tijd bepalen. Hun macht schromelijk misbruiken. En daardoor kwetsbare democratie inzetten voor eigen belang. Aandoen aan anderen wat ze zelf nooit zouden aanvaarden. En dat alles voor eigen gewin en dat van een klein clubje. Er is tweespalt. Tot bot verdeelde volken, scheidsmuren tussen landen en opvattingen. Verkilling, eenzaamheid. De pandemie van het vijandsdenken, met golven en pieken. Van wij eerst, het vaccin, het voedsel, drinkwater, zekerheid, welvaart. Een klein aantal rijken heeft meer bezit dan de rest van de wereld. Een clubje machtigen speelt elkaar de bal toe. Of zet elkaar van de bal. Grof geschud in woorden, in tweets. Geweld, dreiging, messen in de jaszak van scholieren. Onze wereld is in gevaar. Compassie ver te zoeken. De humaniteit wordt bedreigd. Daarom kijk je anders naar het oude verhaal met diezelfde grimmige sfeer. Je voelt sympathie voor die twee in hun verwarring. Je wordt aangesproken door mensen van hoop die ervoor gaan, die doorgaan. Op zoek naar een nieuw normaal. Samen gericht op een betere wereld. Laten zien dat je een hart hebt. De deuren openen voor wie geen plaats is. De kinderen uit Lesbos en andere vluchtelingen voorop. Voedsel, kleding, bad. Een bed voor mensen zonder dak boven hun hoofd.
Betalingen voor gedupeerde ouders. De grootst mogelijke aandacht voor het klimaat. We weten dat wij de aarde aan het vernietigen zijn en we weten wat we eraan kunnen doen. Die twee van de kerstnacht namen hun verantwoordelijkheid. Voor elkaar, voor het kind, voor een compassierijke wereld. Ze beseffen, net als wij, de sleutels liggen in onze handen. Barbara Terkuilen. Ik ben voorzitter van 3 Oktober Gilde in Leiden en bestuurslid van de stichting Vrienden Pieterskerk. In dit nogal vreemde jaar vol teleurstelling en verdriet zijn al ontzettend veel bemoedigende en hartverwarmende woorden gesproken, dus ik hou het kort. Wees lief voor elkaar, wees lief voor jezelf. Ik wens jullie allemaal heel fijne feestdagen en ik hoop dat wij elkaar volgend jaar weer in persoon in de prachtige Pieterskerk kunnen ontmoeten. Mijn naam is Erik van Zuiden, de pedel aan de gussels van deze mooie universiteit, de oudste universiteit van Nederland. Als ik aan kerst denk, dan heb ik allemaal warme herinneringen aan mijn jeugd, waar ik samen met mijn broers vanaf de boerderij naar de kerk liep. En dat heb ik ook altijd als ik hier in Leiden ben, in de Pieterskerk in Leiden, waar ik al 10 jaar inderdaad de kerstnacht vier. En dit jaar kan dat helaas niet. We doen het in een sterk afgeslankte vorm. We zijn maar met een paar mensen thuis, maar toch wens ik u een heel mooi kerstfeest toe met u en de uwe. Mijn naam is Emine Gené. De mens is een sociale wezen. We worden beïnvloed door de omstandigheden waar wij ons bevinden. In de tijden waarin wij nu leven, staan wij allen toch onder zekere spanning van de vreselijke virus. Wij mogen in deze maand de feeststemming, vreugde en gezelligheid hierdoor niet laten lijden. Allereerst moeten wij de omstandigheden accepteren en samen ons er doorheen slaan, met het oog op het herwinnen van gezonde en veilige toekomst. Verschillen in kleur, taal en religie mogen mensen niet van elkaar scheiden. We moeten de overtuiging van mensen met tolerantie kunnen zien. Het vermogen van ieder individu in de maatschappij die met verdraagzaamheid naar elkaar kijken, draagt bij aan het vestigen van vrede, samenhorigheid en rust. De eenheid onder de mensen kunnen wij samen bevorderen. Aangezien één persoon niet genoeg is voor eenheid, is het de menselijke plicht van ons om eenheid zoveel mogelijk aan te moedigen met volle compassie. Lieve mensen, een samenleving die zich verenigt in eenheid en solidariteit kunnen zelfs de moeilijkste problemen makkelijk oplossen. Waardevolle dingen
kunnen alleen worden bereikt door samen te handelen. Laat liefde uitbreiden, niet samentrekken. Eenheid kan alleen worden bereikt door de ontwikkeling van liefde voor alle levende wezens, te beginnen met je naasten. Vervolgens mensen die alleen zijn en zo kon je de kring iedere keer wat uitbreiden. We kunnen elkaar niet een hand geven, omhelzen of zoenen, maar een hartelijke groet zal zeker in deze tijd al onze harten verwarmen. Ik wens u allen gezegende en vooral gezonde kerstdagen toe. Hoi lieve Leidenaren, ik ben Jurian van de plaatselijke Kamer van Verenigingen en ik ben assessor pers en publiciteit. We staan hier op het Ravenburg, misschien wel de mooiste gracht van Nederland. Achter ons ziet u een van onze sociëteiten, LVVS Augustinus. En we willen namens alle studenten en de studentenverenigingen jullie een hele fijne kerst wensen en een gezond 2021. Dat we ons als samen als stad en studenten er maar doorheen mogen slaan en dat we elkaar weer treffen als het allemaal voorbij is. Voor de studenten, zoek elkaar op deze feestdagen, maar wel met de maatregelen in acht nemen. En tot in 2021. Mijn naam is Douwe Biesma. Ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC. Mijn naam is Jeanne-Marie Lolle. Ik ben verpleegkundige op de afdeling Neurologie en Neurochirurgie. En daarnaast doe ik onderzoek op de afdeling Neurochirurgie. Ja, we willen jullie samen goede kerstdagen en een heel mooi 2021 toewensen. En daarbij staan we ook even stil bij het afgelopen jaar. Want het is natuurlijk een heel bijzonder jaar geweest, ook voor het LUMC. En met name voor de verpleegkundigen uit het LUMC. Dus ik vind het ook heel mooi om dat samen met Jeanne te kunnen doen. Want Jeanne heeft het afgelopen jaar de prijs gewonnen voor de beste verpleegkundige vinding. Misschien dat je daar iets over wil vertellen. Nou, de afgelopen jaar heb ik de jaarprijs zorg gewonnen. Dat is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt voor het meest innovatieve idee van een verpleegkundige. Het kan ook een onderzoek zijn wat is uitgevoerd. En in mijn geval de betrekking op het reduceren van urineverblijfskatheters binnen de afdeling neurochirurgie. Dus het afgelopen jaar hebben onze verpleegkundigen heel hard gewerkt in de COVID-periode om te zorgen voor onze patiënten. Maar daarnaast is er ook nog wel heel veel gebeurd op het gebied van zorg, onderzoek, onderwijs. Ik ben enorm trots op de medewerkers van het LUMC die bovengemiddeld en heel hard gewerkt hebben. We hopen natuurlijk dat het aankomend jaar het vaccin dat snel ter beschikking is en dat we dan weer een klein beetje kunnen terugkeren naar het oude normaal. We wensen jullie fijne feestdagen. En vooral een heel gezond 2021. Kerstdag 2020. Hetzelfde anders. Dit is de nacht om er weer in te gaan geloven. Dat het anders kan. Om dromen uit te werken in daden. Om dezelfde dingen anders te doen en dezelfde mensen anders te zien. Er verandert niets in de kerstnacht. We worden bewust van wat er is. Het kind wat in ons is, wordt geboren. Zie het kind als het beste, het mooiste, het hoopvolste wat je hebt. Het is er. Het heeft tijd nodig om gedragen, om voldragen te worden en zo een plek te krijgen. Dit is vaak de kater naar kerst. Er is geen plaats, geen plek. Misschien kan dat niet anders. Wat je ook bedenkt, misschien moet dat kind wel buiten in het veld geboren worden. Wat zou veiligheid bieden? Altijd ook beperking. Misschien moest het daarom buiten geboren worden. Voor alle mensen. Als we iets willen veranderen in een kerst, is het misschien om te beginnen met dit inzicht. Altijd zullen vrede en rechtvaardigheid, net als die twee in de kerstnacht, moeten zwerven op aarde en het kind in doodsdood zijn. Overal, nergens thuis. Rechtvaardigheid, dak en thuisloos. Het kind, zachtheid en liefde, loopt gevaar van miskenning en misbruik. Het is niet leuk, maar het is niet anders. Houd daar rekening mee, denk ik. Als je maar niet gaat twijfelen. En haast onopgemerkt meegesleurd wordt. Je overgeeft aan de krachten van de nacht. Of erger meedoet aan de teloorgang van waarden en toegewijde menselijkheid. Laten we elkaar deze kerst een hart onder de riem steken. Nuchter zijn, maar niet zonder hoop. De kant kiezen van die twee in de nacht.
Uit vrije keuze, maar niet vrijblijvend. Door dit verhaal te vertellen en daarover te praten, draag je bij dat er blijft leven. Ik zie in deze kerstdag de kracht van verandering. De uitwerking van kleine dingen die je doet. Ik word blij van de verhalen van mensen die vanzelfsprekend bijspringen als dat nodig is. Steun bieden en een luisterend oor. Niet eens weten wat ze voor goeds doen. Ik ken die engelen van de nacht. Die in stilte zoveel betekenen voor mensen. Dit is het wonder van kerst. Het goede van het leven. Het heeft een eigen energie. Het kost moeite, maar het gaat ook weer vanzelf. Het doet pijn, maar er wordt iets moois geboren. Het is niet tegen te houden. Als je dit geheim koestert, zoals dat kind. Als je je hart laat spreken en daarnaar luistert. Compassie voor iedereen. Als een kind met uitgestrekte armen. Het raakt. Dat kleine, dat tere. Een kind voor allen, het maakt je blij. Het mededogen in je zit erin en het komt eruit. Niet tegen te houden. Deze nacht maakt ons wegwijs in het donker. Je kunt het kind zomaar ergens vinden. Overal, dichtbij en in jezelf. Want het geheim van kerst is in je eigen hart gelegd. Kerst reik je de sleutels aan van de hemelpoort. Van compassie, inclusie en liefde. Calm.
Jesus, Lord. Jesus, Lord. Jesus, Lord, at thy birth. Wat was het fijn geweest als u hier allemaal om mij heen had gezeten. Als ik uw warmte had gevoeld, als ik u in de ogen had kunnen kijken. Overal lichtjes, samen zingen, saamhorigheid, dat verwachten we van het bijeenkomen met kerst. Want als er ergens een moment in het jaar is dat we elkaar graag opzoeken, dan is het wel rond kerst. Niet voor niets zijn de kerkdiensten met kerst altijd zo goed bezocht. En die behoefte is nu groter dan ooit. De donkere dagen voor kerst waren dit jaar immers nog donkerder dan normaal. We hebben velen al heel lang niet meer in het echt gezien. We hebben velen al heel lang niet meer de hand kunnen drukken. Iedereen leefde toe naar de gezelligheid van deze feestdagen, als een moment van licht en samen zijn. We hoopten dat we met kerstmis meer mochten. Dat we meer mensen thuis zouden kunnen ontvangen. Dat we wellicht zelfs wel naar een restaurant zouden kunnen om gezellig met elkaar te eten. Maar het is niet zo. Sterker nog, de maatregelen zijn plotseling nog veel strenger geworden. U ziet dat ik het ook niet meer heb gered om op tijd naar de kapper te gaan, zoals ik voor kerstmis pleeg te doen. Dat ik u nu vanaf een scherm toespreek, is in vergelijking met het bijeenzijn in een volle kerk natuurlijk surrogaat. Maar het is beter dan niets. En het is voor het eerst in 18 jaar dat ik dat met kerst doe. En dit past wel een beetje bij het hedendaagse burgemeesterschap, dat meer en meer kenmerken van het ambt van dominee lijkt te krijgen. Ik vind het dus fijn dat ik deze gelegenheid heb. Want hoewel ik mijn best heb gedaan om zoveel mogelijk contacten te onderhouden met burgers van onze mooie stad, ik voel wel afstand, want er is veel afgelast en van wat nog wel doorging, waren de meeste gesprekken digitaal. Maar dat ze niettemin konden plaatsvinden, kunnen we zeker beschouwen als een van de zegeningen van de moderne tijd. Ik prijs mij gelukkig dat mijn familie en ikzelf nog helemaal gezond zijn. En ik hoop dat dat voor u ook het geval is. Ik ben deze dagen ook niet helemaal alleen. Mijn vrouw en ik zelf proberen er samen een gezellige tijd van te maken. We fietsen en wandelen graag om nog een beetje fit te blijven en af en toe komen mijn kinderen langs. Ik weet dat velen van u er ook op zo'n manier mee omgaan en dat is goed. We hebben nog steeds heel veel in eigen hand. Voor mensen die eenzaam zijn, voor mensen die dierbaren verloren hebben, of waarvan naasten ernstig ziek zijn, is het allemaal veel moeilijker. Ik wens hen allen heel veel sterkte toe. Tegen het eind van het jaar plegen wij terug te kijken op het afgelopen jaar. En ik besef dat het een platitude is als ik zeg dat het wel een heel bijzonder jaar was. Een jaar met verdriet en leed. Maar ook een jaar waarin we hele mooie dingen hebben gezien. Alle hulpverleners in de zorg, die onder hoge werkdruk en in het begin met een groot gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen anderen hebben verpleegd en verzorgd. Alle mensen die anderen hielpen met boodschappen doen of er gewoon waren en zo hun eenzaamheid verdreven. Ik zag extra inzet voor de voedselbank, voor mensen die die praktische hulp hard nodig hadden. En ik zag hoe werknemers van de bedrijven op het Bioscience Park alle dagen keihard werkten aan de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen. Ik was en ben van dat alles heel erg onder de indruk. Ik nam ook een grote mate van creativiteit waar bij ondernemers, bij mensen uit de culturele wereld en ook elders, die allen probeerden er het beste van te maken en tegelijk ons allen een beetje te helpen. Daarmee zagen we de kracht van onze Leidse samenleving. Een samenleving
die wel tegen een stootje kan. Die kracht zullen we het komend jaar nog hard nodig hebben. Anderen helpen, compassie tonen, zal wellicht nog wel meer op de voorgrond moeten treden dan het afgelopen jaar. Dat het allemaal zo lang duurt, hakt er bij velen, zeker ook bij onze jongeren, heel erg in. En daar maak ik mij wel zorgen over. Maar op het gebied van compassie hebben we in deze stad een lange traditie. En ik ben ervan overtuigd dat we die ervaring kunnen benutten er samen sterker uit te komen. Ondertussen blijven we hopen op betere tijden, op een vaccin, op een goede gezondheid en natuurlijk op het moment dat we er weer helemaal bovenop zijn. Zover is het echter nog niet en daarom wens ik u allen ondanks alles een fijne tijd. Op afstand, maar toch verbonden, vieren we samen Kerstmis. Ik hoop dat u voor uzelf en uw naasten een lekkere maaltijd zult klaarmaken. Of onze horeca een handje zult helpen door bij hen iets te bestellen. En een paar dagen later wachten de oliebollen. Zonder vuurwerk dit jaar, als het goed is. Maar dat heeft ook zo zijn voordelen. Laten we hoop laten prevaleren boven angst. Een gelukkig en zalig kerstfeest toegewenst en voor daarna een veilig uiteinde. Voor we afsluiten wil ik graag aansluiten bij de traditie in de kerstnacht. Om elkaar de kerstgroet te geven. In je eigen woorden. We doen hetzelfde, maar wel anders. Dit jaar alleen een knuffel voor je huisgenoten. Voor alle anderen is er ook iets. Iets wat je op veilige afstand doet en wat je toch dichterbij brengt. Je kijkt naar wie bij je zijn. Of je ziet iemand voor je in je gedachten. Je kijkt elkaar in de ogen. Neem er de tijd voor. 10 seconden. Vanaf nu. Tot slot zeg je zalig Kerstmis. Of gewoon veel liefs. Thank you.
fun it is to laugh and sing.